Hallo allemaal. Vandaag ga ik bouillani maken, een recept uit Afghanistan. Dit zijn de ingrediënten. Grof gesneden spinazie, zout, soepkruiden, gesneden lente-ui, zonnebloemolie, olijfolie, zwarte pepermix, meel, een glas koude water. En omdat ik het zelf pittig wil hebben, voeg ik er hete pepers aan toe. Ik ga nu het deeg maken. Ik doe eerst een halve glas water in de kom. Een beetje zout. Zout doe ik niet op maat, maar ja, gewoon zo op het oog. Dan meng ik het. De zout is opgelost. Nu doe ik er een beetje zonnebloemolie bij. Een klein beetje. Ja. Dit meng ik ook. Zo. En nu doe ik er meel bij. Nu meng ik het meel door het water. En je merkt zelf of je meer water erbij moet doen. En ja, ik moet er sowieso meer water bij doen. Ik heb nu 1 glas water gebruikt, maar zoals jullie kunnen zien heb ik veel meer water nodig. Ik heb in totaal 2,5 glas koud water erbij gedaan. Het deeg is gereed. Ik doe de deksel erop en ik laat het 5 minuten eventjes rusten. Ik ga nu de kruiden en de olie bij de spinazie doen. De spinazie is klaar. Zo, nu gaan we het deeg bewerken. Ik heb een beetje meel op tafel gestrooid, anders plakt het deeg aan de tafel. Zo, ik ga er nu bolletjes van maken. Ik heb bolletjes gemaakt van het deeg. Er zijn nog 4. Ik laat jullie zien hoe het moet. Zo, dit is een bolletje. Dan dompel ik het onder in de meel aan beide kanten. Dan maak ik van het volgende stukje deeg een bolletje. Zo. En dan doe ik hetzelfde met dit bolletje deeg. En dan doe ik ze op elkaar zo. Dan doe ik ze bij de rest. En de volgende. Zo. 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 Nu heb ik er allemaal bolletjes van gemaakt. Nu ga ik ze uitrollen, 1 voor 1.
Ik heb de deegbolletjes uitgerold. Nu ga ik ze vullen met spinazie. Eerst vouw ik het en maak ik hier zo'n scheiding, een streepje. Dan doe ik er spinazie bij aan de ene kant, de ene helft. Zo. Duw het van de ene kant naar de andere kant, zodat de lucht eruit gaat. En nu duw ik de randen dicht. Dan pak ik hem zo op mijn hand, leg ik hem weer op tafel, doe ik de randen ook dichtknijpen. Ik laat even zien hoe ik hete pepers eraan toevoeg. Nu kan het in de pan. Ik had olie in de koekenpan gedaan. De olie is heet, dus ik heb er nu de bouillonie in gedaan. Ik ga het nu omdraaien. Het moet aan elke kant een goudbruine kleur krijgen. Ik heb de bouillonie uit de olie gehaald. Hij is gebakken. Ik heb in de schaal keukenrol gelegd. Zodat het de overtollige olie opzuigt.